Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik ben al een uurtje wakker, ik heb lekker koffie gedronken. Nessie heeft vandaag trouwens zijn theorie examen wel gehaald. Gisteren was het iets gezakt, hij vandaag heeft het overgedaan. En hij is geslaagd, hij is echt super blij. Hij is uit eten nu met een vriend van hem, ik ga helemaal stuk. En wij gaan vanavond ook nog eens uit eten, hij is echt zo happy ermee. Echt super schattig. Trouwens weer super lekker weer, wel iets kouder dan gisteren. Maar heerlijk weer. Vanochtend was er echt zo'n lekker windje. Ik heb alle ramen los gedaan in huis. En het is zo lekker koel geworden binnen. Eindelijk. Verder ben ik mijn lenzen kwijt. Dan moet ik zo even naar de Ethos om nieuwe lenzen te halen. Voor de mensen die lenzen dragen en af en toe ergens lenzen halen als ze reserve nodig hebben. Waar halen jullie die dan? Want ik vind persoonlijk die van de Ethos de beste. Maar ik vind die van de HEMA ook goed. En ik ben benieuwd welke jullie de beste vinden. Ik ga nu even snel wat anders aandoen. En dan ga ik richting de Ethos. Want ik vind het echt niet chill om met een bril rond te lopen. Ik heb er echt last van. Ik voel gewoon dat er iets op mijn gezicht zit. Thuis. En ik heb geroosterde pijnbomen pitjes gehaald. En sla. Ik ga denk ik een Caesar salad maken. Oké, ik heb hier olijfolie, zout, peper en bieslook. Er komt nog mayo eroverheen. En yoghurt, citroen. Zo, dan ziet het er zo uit. En de dressing is klaar. Ik ga het heel simpel houden. We hebben hier sla. Deze kip gaat eroverheen. Het is echt een maaltijdsalade. Dan gaat deze dressing eroverheen. Dan ziet het er zo uit. Dan pijnboompitjes. En deze kaas gaat er ook overheen. Dit is een vega kaas. Zo. Zo. En mijn heerlijke Caesar salad is klaar. Super simpel. Normaal gesproken doe je natuurlijk croutons erbij. En brood of weet ik veel wat. Maar ik mag het allemaal niet. Dus dit is mijn Caesar salad. I love it. Ik was vandaag mijn gembershotje vergeten. Dus die ga ik nu drinken. Ik ga lekker starten met stofzuigen. En dweilen. Want de honey komt zo naar mij toe. En dan gaan we naar ons afspraakje toe. Ik ben klaar met stofzuigen en dweilen. Ik ga nu snel even mijn lenzen in doen. Want ik ben deze brug helemaal zat. Zo, mijn make-up is gedaan. Ik ben er echt heel erg blij mee. Tegenwoordig doe ik echt mijn make-up letterlijk in 5 minuten max gewoon. Dan moet ik altijd een beetje hetzelfde opdoen. Ik ga nu even snel kijken wat ik aan ga doen. Ik wil heel graag nog outfitfoto's maken vandaag. Maar ik weet niet of ik het ga redden. Het is nu 5:45. Kort over 6 komt gewoon iets. Dat ga ik nog wel. Oh mijn god, en ik moet de vaat nog doen. Ik heb even snel iets anders aangedaan. Ik heb een jurkje aan van de Zara. En deze jurk heb ik letterlijk in alle kleuren. Omdat ik hem gewoon heel mooi vind zitten. En hij is spot goedkoop. Volgens mij is die nu €12,95 of zo. En ik vind deze kleur gewoon echt super mooi. Even kijken hoeveel schoenen ik hieronder aan ga doen. Ik heb deze schoenen nog van Bobo.com. En die heb ik eigenlijk nog nooit gedragen. Maar ik vind ze echt cute en zijn nude. Deze kleur passen. I like it. Ik zie eigenlijk wel hoe zuinig ik ben eigenlijk met designerspullen. Ik heb er echt niet zoveel. Maar ik heb deze al 3 jaar. En ik draag hem dagelijks. Deze portemonnee ook. En zelfs deze bril van Gucci. Ik heb letterlijk al een beetje vies. Maar 1 designerbril. Ik koop dat gewoon niet zo vaak. En deze heb ik ook al zo'n 2 jaar of zo. En deze was van Roermond Outlet ook nog. Voor mij is het eigenlijk niet eens geldverspilling, want ik gebruik de dingen echt heel vaak. Laatst nog wel even te kijken voor een nieuwe designertas voor mij, want ik vind dat ik dat nu wel verdien. Ik had zeg maar een paar doelen voor mezelf dit jaar en ik koop het niet zeg maar zonder reden, want ik wil niet dat het zeg maar iets normaals wordt. Maar ik had dus een paar doelen voor mezelf dit jaar en ik heb van de 6 doelen die ik had voor mezelf dit jaar, heb ik er al 3 behaald. Dus ja, daar wil ik mezelf eigenlijk gewoon voor trakteren. Ik heb al een nieuwe auto en daar ben ik ook echt super blij mee. En dan ga ik gewoon binnenkort nog een nieuw tasje voor mezelf halen. En over een maand heb ik en Nessie ook nog iets te vieren. Ja, heel veel positiviteit dit jaar. Daar ga ik voor. Hij is beneden, dus ik ga even heel snel mijn schoenen aandoen. En dan gaan we vertrekken richting Utrecht. Ik zit inmiddels in de auto. Zo, je ziet gewoon niet.
Oh jij gaat bewust uit het beeld. Hij kan wel in beeld komen, maar ik denk waarom is het te beeld zo rood? Ja, ik weet niet waarom jij... Oh, zo. Nou, wij staan in de file, dus ik dacht ik ga even vloggen. Dan gaan zien dat hier Tony echt vooruit gaat. Wij zijn onderweg naar Utrecht en ik ga naar Mees en de Bel. En ik ga weer even mijn kijklijn doen. Tenminste, als het nog nodig is. Ik moest eigenlijk nog voor controle langs gaan. Maar ik had het toen niet gered. Ik had best wel druk die tijd. Maar nu wel. En Hon gaat mee vandaag. We zijn nu bij Mees en de Bel aangekomen. Als het goed is moet ik zo even een crème opsmeren. Mijn gezicht. En daarna word ik behandeld. Als het goed is zijn ze nu vrij op schema. Wij zijn de eerste klant, denk ik, of niet? Denk ik wel. Even wachten, maar het is niet zo heel druk. Dat komt vast wel goed. Guys, ik ga dus nu op de behandelstoel zitten bij Mees en de Bel. En we gaan even kijken zo, want ik wou dus mijn kaaklijn doen. En mijn kaakspier doe ik ook altijd hier. Want ik heb dus last van kaakklemmen. Maar zoals je ziet, is mijn lipzicht eraf. Ik heb zo even een consult met mijn arts. En ik ga even kijken of ik heel iets van boven kan spuiten bij mijn lippen. Maar ik weet het niet zeker. Ik twijfel heel erg over. Maar dat zie je dus straks. Ik ga precies niks zeggen. Soms doe ik dingen, denk ik daarna van. Wat heb ik gedaan? What the fuck? Nee, maar ik ben echt heel blij. Ik voel me nog zwaar opgezwollen. Maar ik leg jullie straks even uit hoe en wat en waarom. En dit is het eigenlijk. Nou, ik vind het echt heel mooi. Het is ook mooi. Nu zie je een soort van snorretje alleen. Nee, ik vind het echt heel mooi. Het is nog heel erg opgezwollen. Maar ik heb er 0,3 milliliter in. Dat is echt gewoon bijna niks in filler-staal. Nou, we hebben vandaag echt geen geluk. We staan gewoon weer in de file. Er is dus brand op de A12 geweest. Hoe heet het nou? Bermbrand. Een bermbrand. Dus er is 1,5 uur vertraging. En nu ben ik tussendoor gereden. Dan kun je slim tussendoor. 3 kwartier vertraging. Wel beter, maar het is nog steeds fucking veel. En ik wil vanavond nog op een Nessie doen, maar ik kom minimaal 10 uur aan. We hebben inmiddels Honey naar huis gebracht. En wij zijn nu aan het tanken. Ik ben nu met Nessie. Wij gaan lekker ergens eten. Het is echt best wel laat. Het is 10:30. Dus ik weet überhaupt niet of wij het redden om ergens te gaan eten. Maar we hebben allebei echt zoveel... we hebben allebei zoveel trek. Dat we gewoon even op pad gaan om eten te vinden. En ja, dat is het eigenlijk. Ik heb ook echt letterlijk 1 salade gehad vandaag. En dat was het. Voor de rest... Natural lips all the way. Heb je nog wat fles daar? Een wat, sorry? Een fles. Een fles, ja. Ik heb een trucje geleerd laatst. Wat dan? Wat doe jij? Als je er maar een fles tussen doet, dan hoef je niet meer de hele tijd te knijpen. Oh. Voor de rest wil ik zeggen... Dat dit er echt fantastisch uitziet. Ik ben er echt blij mee. Het is goedkoper, man. Ja, het is goedkoper op de snelweg toch? 1,75 gaan zo, man. Ja, hier is het goedkoper. Happy! Ah. We waren net weggereden bij het tankstation. Nessie reed gewoon door. Had de dop weer eens opgeraan. Flikkerde keihard op de weg. We staan langs de kant. De kant toch mijn niet? Mijn dop lag op de weg. Ik moest nog gaan halen. Er zit wat sommige mensen. Vergeet het de slang in de tank. En ik zeg altijd, hoe kan je dit nou vergeten? Kijk, nu vergeet ik zelf die dop. Hoe kan dit? Ongelooflijk. Oh mijn god, dat was echt dom. Gaat het met jou vandaag? Nu je theorie hebt gehad, ben je helemaal de weg kwijt. Helemaal de weg kwijt. Hoor die gekke punchline. Oh, alles was gesloten. Zoals ik al had verwacht. Zo ruikt dat. Die gekke kuften. Oh, barbecue. Je bent aan het barbecue hier. Mag je barbecuen? Ja, ik denk het wel. Kunnen we niet gewoon een beetje gezellig bij die mensen gaan zitten? Lekker man. We zijn nu bij een heel gezellig parkje. Tenminste, het is best wel donker, is niet zoveel gezelligs aan. Maar je hebt hier barbecue, mensen zijn hier om je aan het chillen. En wij gaan nu naar Harbor Club in Rotterdam. En wij zijn hier eigenlijk nooit geweest, wel in Amsterdam. We zijn hier 1 keer geweest. Opnames, je beeld. Maar nooit gegeten, zeg maar. Nee, dat is waar. Kan je ook sushi bestellen? Oh, kijk, je kan daar ook eten. Je hebt hier allemaal eetentjes. Ja, je kan hier ook sushi bestellen. Nessie maakt heel veel zin in sushi. Lekker, het ruikt zo hoor. Het zal wel varken zijn, hoor. Ja. Barbecue, wel anders, meestal varken.
Wij zijn bij de Harbor Club. Echt heel lelijke belichting, want het is hier een lamp. Warmte lamp. Echt heel lekker warm hier buiten. Ja. Dus het is 8:08 mm-hmm. en de keuken gaat om 11:00 dicht. Mm-hmm. Dus dat betekent, ik heb in de keuken gewerkt. Dat betekent, ze waren nu al aan het schoonmaken en ze waren aan het bidden. Alsjeblieft, laat niemand nog iets bestellen, want we willen naar huis. Mm-hmm. En dan komen we altijd van die teringleiers die dan 10:55 gaan ze bestellen. Wij zijn nu die teringleiers. Dat zijn wij, sorry. Hoe verhaat ik hun? Sorry. Ik ga straks sorry zeggen met z'n ja, ik heb een heel lekker virgin mojito. Nee. Ginger, lemon. Ja, ik heb zeg maar een virgin cocktail besteld met ginger en orange. En ik spaar rood. Even mij proeven? Tuurlijk. Mijn cocktail, het ziet er lekker uit. Ons eten is er aardig personeel lekker. Hoor. Ja, echt heel aardig personeel. Frietjes, kipsaté en sushi voor Nessing. Lekker hoor. Maar god jongens, deze friet is zo lekker, niet normaal. Ik heb geen ketchup. Mm. Wij hebben heerlijk gegeten. Weet je wat ik me besef? Weet je wat ik me besef? Ja. Ik heb volgens mij gewoon dezelfde shirt aan van gisteren. Van jouw vorige vlog. Maar wij hebben dus heerlijk gegeten. Toen we daarna voor een toetje gaan. En ze hebben hier echt een heel gek toetje. We hadden de Chocolate Dream. Chocolate Dream. En dan krijg je brownie en chocola en ijs en alles erop en eraan. Toen dachten we, nee, daar gaan we niet voor. Want nee. We vergeten zoveel. Dus we gaan nu voor 2 cappuccinko's. Cappuccinko? Nu denk ze, wat de fuck is cappuccinko? Onze hoofden blinken heel erg graag voor mij. Naar bed, sorry, mijn bril reflecteert het licht niet. Daar staat, want ik schijn nu even met het licht op mijn gezicht, anders is het heel donker hier. Nee, ze is inmiddels naar bed en ik ga zo ook naar bed, dus ik dacht van ik ga mijn vlog afsluiten. Maar ik had je nog even beloofd om even nog wat te zeggen over de lip fillers die ik nu heb. Ik zal even uitleggen waarom ik eigenlijk naar Mies de Bel ben gegaan. Masson de Bel. Ik wil dus eigenlijk mijn kaaklijn doen. Toen ik er aangekomen was het eigenlijk onnodig, want er zat al genoeg in. En ik luister ook altijd naar de arts en ik probeer geen gekke dingen te doen, want ik heb er ook heel veel van geleerd. Vroeger heb ik wel eens rare dingen gedaan. Al hetgeen wat ik echt heb geleerd is dat je altijd naar de arts moet luisteren. Even helemaal naar het begin. Ik heb in 2015 heb ik wel eens lipfillers gedaan. En op een gegeven moment vond ik mijn lippen elke keer te klein. En ben ik elke keer gaan opvullen. En het stapelde allemaal op. En het zag op een gegeven moment echt super lelijk uit. Ik had heel lelijke lippen. Door echt zo op een gegeven moment niet normaal. En toen had ik dus besloten vorig jaar februari om ze te laten verwijderen. Dus mijn lipfillers. Waar helemaal opgelost. En ja, dat zag je al in de afgelopen vlogs. Ik heb bijna geen bovenlip meer. Vooral zeg maar zonder lipstift en lipliner. Had ik eigenlijk gewoon niks meer. En dat is eigenlijk in het begin zo waarom ik lipfillers had. Maar ik had dus al laten verwijderen. Inmiddels 1,5 jaar terug dus. En ik was eigenlijk best wel tevreden mee. Het zag er gewoon natuurlijker uit. En veel mooier dan met lipfillers. En toen was ik daar vandaag. En ik word altijd behandeld door Iman en ik heb echt zo erg vertrouwen in Iman en ze heeft al zoveel klanten gedaan en ze heeft zoveel ervaringen met lippen. Tegenwoordig hebben ze dus allemaal trucjes met lippen. Je hebt allemaal verschillende methodes om je lippen te laten opvullen. En zij was gewoon precies wat ik wou en ik wou echt gewoon ten eerste natuurlijke lippen. En het enige wat ik wou is eigenlijk zo'n beetje meer zo'n pruil. Lipje. Ik wou niks bijzonders. Ik wil niet 1 milliliter erin. Echt totaal niet. Ik wil gewoon net meer dat effect. En dat heeft ze eigenlijk gewoon gecreëerd. Vandaag is het ook een beetje nog opgezwollen hier. Maar het valt voor de rest echt mee. En dit heeft me echt niet zoveel pijn. Ik heb ook helemaal geen crème laten opsmeren. Ik denk van nou ja, ik hoef geen verdovingscrème op. Doe het dan maar gewoon. Dus ik ben er echt heel erg blij mee. Dat wil ik nog even toelichten. Dus ik heb lipfillers gehad, ik heb ze verwijderd en nu heb ik weer 0,3 ml lipfiller hierboven en hier in het midden gespoten. Mocht je deze lipvorm mooi vinden, dan kun je vragen naar deze methode. Want ze heeft het bij mij met een touwtje gedaan. Voor de rest, ja, wat ik toelichtte, ik heb dus mijn kaaklijn een keer bij Mees in de Bel gedaan. En ik heb botox in mijn kaken gedaan. Omdat ik dus kaak klemde. Maar die is nog niet uitgewerkt. Dus dat is allemaal goed. Ik heb mijn lippen gedaan. En ja.
Dat wil ik eens even toelichten. Mocht je benieuwd zijn hoe mijn lippen eruit zagen voordat ik de lipfillers verwijderde vorig jaar, dan moet je naar mijn Bali vlogs kijken. En ja, dan zie je het. Ik durf het echt, het wordt heel irritant. En ja, dan zie je eigenlijk hoe dat eruit zag toen. Het zag er echt gewoon niet uit. Ik had echt super dikke lippen. En op een gegeven moment, als je zeg maar lipfillers begint en sowieso fillers over het algemeen, wil je steeds meer. Het is eigenlijk een soort van verslaving. Dat zie je ook gewoon bij mensen van het steeds lelijker wordt eigenlijk. En je wordt er niet echt knapper van op een gegeven moment. In het begin, weet je, als je goede dingen gewoon aanpakt, stel je hebt bijvoorbeeld een heel diepe rimpel of je hebt een heel diepe traangot in het filler, dan is dat echt gewoon, dan ga je erop vooruit. Op een gegeven moment zie je gewoon dat mensen gewoon een beetje opgeblazen eruit zien. En daar moet je gewoon voor waken. Zodat dingen eigenlijk helemaal niet promoten. Het is ook trouwens geen promotie, krijg je niet voor betaald. Maar ik wil het wel gewoon graag delen met mijn vlogs. Dus dat. Ben ik ook nog even kwijt over slapen gaan. Ik ga nu slapen. Ik hoop dat je het een leuke vlog vindt. En ik zie jullie morgen weer. Doei.